postbezorging in Nederland. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 12 september. Het is nu net 7:55. Ja. Nou, Bas gaat dus nu even onderweg, weg nog. We zijn bijna bij de Burger King. Om dus onze collega op te pikken, Walter, nogmaals. En dan moeten we zo meteen even kijken waar we dus naar binnen moeten. Ook kunnen, mogen, moeten. Willen. Ja joh, ik zit prima. Maar dit moet wel even een leuke, serieuze vlog worden, hè? Natuurlijk. Top. Nu nog even grappen. Dus, dit is de tweede kamer. Dan denk ik dat we hier dus zo meteen naar binnen moeten. Straks. Is leuk. Dus ja. Dan wil je eerst even onze collega even tegemoet komen. Even kijken waar het is. Walter, waar joh? Walter. Rustig, want Walter kan ook hier al staan. Volgens mij wel. Walter! Hey, jongen! Ga ik daar even kijken de hele tijd? Ja, dat moet je ook niet doen, hè? Oei! Hoi. Je staat er gelijk mooi op. We moeten gewoon even vragen van waar we erin moeten, want ik heb Fiona gebeld. Ja. Maar die wist ook zelf niet, dus we moeten gewoon gaan vragen. Maar ik mag dus niet binnen gaan vloggen. Mag niet. Oh. Dus ja. Maar heb je er een beetje zin in? Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben juist hartstikke nieuwsgierig naar wat er nou allemaal besproken gaat worden. Ja, precies. Ik heb alle mooie bobo's van het kantoor heb ik gezien vandaag. Dus, Oeh, spannend. Ja, die gaat vandaag ook waarschijnlijk gewoon komen hoor. Oeh. Wij willen u een petitie aanbieden. We gaan allemaal echt heel kort uw woordje geven. Maar u ziet ook gezegd dat de essentie van de petitie is volgens mij dat we zijn voor toekomstige stemmen. Dat willen wij graag op dit moment. Ja, dan wil ik namens PostNL benadrukken dat ik de conferentie in de kosten van de medewerkers aan. Een salaris wordt geïmproviseerd en andere arbeiders. Let erop dat de toekomst beter is. Voor consolidatie en meer samenwerking tussen de. Voor consolidatie en meer samenwerking tussen de organisaties. Dankjewel. Dat mag ik sluiten aan bij jou wat Over de 80-20%. En ik heb toen vrij snel gezegd van nou, die discussie loopt nu al jaren. Laten we daar nu eens een knoop doorhakken en dit nu ook gewoon definitief ook in wetgeving opnemen, zodat er ook verhandeld wordt. Dat is één. Om daar maar mee aan te geven dat ik het ook belangrijk vind dat uiteindelijk mensen die, dat zeg ik dan altijd maar weer, aan de onderkant van het loongebouw hun werk doen, want volgens mij hebben jullie een van de leukste banen die er is, althans als het een beetje weer is, toch? Maar in die zin zijn er ook wel heel veel mensen die aan de onderkant ook van de arbeidsmarkt zitten, omdat ze ook bij postbedrijven werken waar mensen met een arbeidsbeperking werken. En daarmee aangegeven hoe belangrijk het is dat je ook voor die mensen goede afspraken maakt. De
80-20-regeling geld voor de kostmarkt. We hebben natuurlijk ook een hele discussie in de pakkettenmarkt met elkaar te voeren. Nou, in het regeerakkoord staat daar ook het een en ander over in. Waarin we ook als kabinet hebben, als in de coalitie, en dat wij nu als kabinet uit gaan voeren, ook hebben aangegeven dat ook in die markt er een paar dingen zichtbaar zijn waarvan je, nou, om het maar zachtjes uit te drukken, ook een vraagteken krijgt. Daar is mijn collega Wouter Koolmees mee bezig, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben direct een debat over de toekomst van de postmarkt. Er is een postdialoog geweest waarbij u ook aanwezig bent geweest. En daarvan is toen de conclusie geweest dat concurrentie om de concurrentie zo langzamerhand in de postmarkt niet meer werkt, omdat er steeds minder post verstuurt. Dus je moet daar gaan kijken hoe je samenwerking, hoe je die van de grond weet te krijgen. Dat is uiteindelijk aan bedrijven zelf. Ik ga daar niet over, bedrijven gaan erover. Jullie staan prachtig gezusterlijk gevoerd. Maar dat moet, daar moet uiteindelijk dat besluit genomen worden. Wat we wel meteen ook in het eerdere AO's met elkaar gezegd hebben, dat welke toekomst het ook is, geen concurrentie uiteindelijk op arbeid. Omdat ik gewoon wil dat er een bodem ligt in die arbeidsmarkt. Nou, met de 80-20% regeling heb ik dat in ieder geval voor de postmarkt gedaan. En samen met mijn collega Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn we nu ook aan het kijken naar de pakkettenmarkt. Zien wat is daar nou ook een goede oplossing om ervoor te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van die mensen ook gewoon goed zijn. Dank u wel. Met deze petitie ondersteunt u in ieder geval de inspanningen die Wouter Koolmees en ik doen om uiteindelijk ook voor de pakkettenmarkt tot een goede regeling te komen. Nou, ik dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Ja. Postbezorging in Nederland. Ik heet de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van harte welkom. En ik heet in het bijzonder ook welkom de mensen op de publieke tribune die vandaag in verband met dit debat hier aanwezig zijn. En ik geef het woord aan de heer Alkaya als eerste spreker namens de SP-fractie. Ja, veel dank, voorzitter. We gaan allereerst even terug naar 1994. De eerste tranche PTT-aandelen is net naar de beurs gebracht wanneer een krant schrijft: geprivatiseerde overheidsbedrijven moeten hun service aan het publiek verbeteren. Ze moeten dus actief achter de klant aan, want zonder klanten geen inkomsten. Misschien lukt het nog wel de geachte cliëntel te winnen. Veel moeilijker is het om deze te behouden. Dan dienen zowel het product als de service van prima kwaliteit te zijn. Met deze kinderlijke gedachten zijn in die periode in Nederland veel publieke diensten aan de markt overgelaten, waaronder de postbezorging. De markt zou die postbodes wel disciplineren en alles goedkoper en beter maken, was de gedachte van veel kabinetten en opeenvolgende partijen die daaraan hebben deelgenomen, zoals het CDA en zoals de VVD. Het tegendeel voorspelde de SP en de postbodes en het tegendeel is waar gebleken. Om de concurrentieslag te winnen is vooral bespaard op de arbeidsvoorwaarden. Onzekere contracten, weinig werkuren, stukloon en zelfs salarissen onder het minimumloon waren het gevolg. Vernederend was dat. En tegelijkertijd neemt het aantal brievenbussen af, wordt er op minder momenten bezorgd en wordt de postzegel alsmaar duurder. Ook mogen winkeliers met de PostNL-punt geen diensten van andere bedrijven aanbieden aan consumenten. Hoezo marktwerking? De markt werkt niet in de post. En natuurlijk zijn wij met z'n allen ook steeds minder brieven gaan versturen en steeds meer appjes, berichtjes en e-mails. Maar de noodzaak en het belang van fysieke post bleef bestaan en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Bepaalde berichten zullen nog jaren bezorgd worden via de post. Niet alleen kerstkaarten, maar ook betalingsherinneringen, rouwkaarten en aangetekende brieven. En dan helpt het niet om meerdere slecht betaalde, uitgebuite postbezorgers met een half lege tas door de straten te laten lopen. Een kwart eeuw later is de conclusie dan ook dat de twee grootste postbedrijven, PostNL en Cent, samen moeten gaan om een degelijke postbezorging in stand te houden. De markt heeft niet gewerkt, wat de postbodes al lang voorspelden. Dus wordt meer samenwerking toegestaan. En dat is mooi. De SP steunt deze richting. Ik zie in dat proces van privatisering sinds de jaren 90
ook jaren heeft geduurd. En het zou een illusie zijn om nu te denken dat het omdraaien van het mislukte marktexperiment van het leien dakje zal gaan. Ik betwijfel bijvoorbeeld of de mededingingsautoriteit meer samenwerking of consolidatie zal goedkeuren. De misvatting dat de markt alles beter en goedkoper kan, is daar nog net zo levendig als in 1994. Daarom vraag ik de staatssecretaris om desnoods de bijzondere bevoegdheid die zij heeft volgens de mededingingswet, artikel 47, te gebruiken als de mededingingsautoriteit gaat dwarsliggen. Is zij bereid hier vooraf duidelijkheid over te geven om die onzekerheid weg te nemen? En toch blijft er ook een vraag bij mij hangen over de toekomst. Want waarom zouden wij een organisatie met de publieke taak, die straks meer dan 95% van het marktaandeel zal hebben en dus niet echt aan concurrentie onderhevig zal zijn, winst mogen laten maken en dividend mogen laten uitkeren aan de aandeelhouders? De Kamer heeft het kabinet al een motie opgeroepen om de mogelijkheid de postbezorging tot een publieke taak te maken, ook te betrekken bij de postdialoog. Maar in het advies van de postdialoog wordt dit nauwelijks benoemd. Waarom niet? Is deze optie wel serieus bekeken? Want terwijl de aandeelhouders miljoenen aan dividend uitgekeerd kregen de afgelopen jaren, hebben de medewerkers te maken gehad met een devaluatie van een beroep dat nog amper een leefbaar loon opleverde. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden geboden aan de medewerkers in deze sector. Wat gaat de staatssecretaris doen om bij consolidatie gedwongen ontslagen te voorkomen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren? Ik roep haar op om met alle werkgevers, dus PostNL, Cent en de kleine regionale bedrijven, afspraken te maken om het toekomstperspectief voor deze postbezorgers te bieden. Dan hoeft PostNL geen kantoorpersoneel meer in te zetten voor de bezorging en kunnen wij een eerste stap zetten in de richting van waardigheid voor deze beroep, voor dit beroep. Dank, voorzitter. Dank u wel, meneer Akaya. Hoi, hallo, ik ben Marie Wiegman. Aangenaam. Wat doe je eigenlijk als functie of bij de PostNL? Ik ben gewoon postbezorger, net als jij. Ik loop op straat. Ja. Ik bezorg dus post en pakketjes iedere dag. Is dus voor anderen. Oké. Okay. Ik werk in Sluis, in Oostburg, Schoondijk, IJzendijk. En ik heb ook collega's die jouw collega zijn, waar ik heel veel mee werk. Oké, okay, top. En we zijn dus hier ook nou en bij de Tweede Kamer. Zoals wat jullie wel een beetje kunnen zien, want ik heb het al een beetje verklapt, waar ik naartoe zou gaan. Nou, dat is dus hier. En wat vond je van het hele vergadering? Een lange zit. Ja. Het is nog bezig. Ja. Veel informatie. Ik heb het idee dat ze aansturen op ingrijpen van de staatssecretaris op artikel 47 van de wet van de ACM of zoiets. Ja. Alleen, ik heb ook begrepen dat ze toch wel eerst weer een beslissing van de ACM willen afwachten over een eventuele fusieaanvraag of consolidatieaanvraag tussen Cent en tussen PostNL. Dus ik heb begrepen dat onze bedrijven een aanvraag moeten gaan indienen en de ACM moet dan een beslissing overnemen. Dus de snelheid die in feite geboden is om op de postmarkt in te grijpen door de politiek, vermoed ik toch dat dat ietsje langer gaat dinderen dan wij willen. En dan wat hun waarschijnlijk zeggen. Juist. Ja. Ja. En heb je daar ook het geduld voor? Of heb je zoiets van PostNL? Nou, ik heb zo het idee van politiek. Schieten ze erop. Ja, en dan is politiek helaas. Ja, die helaas doen alles op een hele lange termijn. Dus ja, we moeten nog even geduld hebben. Jammer genoeg. Ja. Het is niet anders. Nee, maar zou je dit wel vaker willen bijwonen als het over het werk gaat? Ja, zeker weten. Ik ben ook bij de post ronde tafelgesprekken geweest. Ja. Vorig jaar december geloof ik dat was. Ja. En dat vond ik al heel interessant om te zien. Mm-hmm. En ja, ik volg dat op de voet, die informatie. Ik ben wat dat betreft wel heel erg betrokken bij het bedrijf. En mijn bedrijf. Okay. En heb ik ook nog een vraag. Ben je ook lid van de bond van postpersoneel? Ja, toevallig wel. Ik ben vrij actief lid. Ik ben, we noemen dat tegenwoordig ambassadeurs in plaats van kaderleden. Ja. En ik ben ook secretaris van de vakgroep voor postbezorgers van PostNL. Okay. Dus dat is een extra functie die ik heb. Dat is waar. Doet dat nog is, niet dat zo alleen heel nog lang, goed. Maar het is heel leerzaam, heel interessant om dat te doen. Dat is echt. Ik leer er iedere dag van en ik leer heel veel mensen kennen, doe hele leuke ervaringen op.
hoor. Het is ook best wel veel werk, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, maar dat is altijd zo. Ja. Heel veel werk. Ja. Nou, dan wil ik je onwijs gast te bedanken voor deze kleine, snelle interview. Dankjewel. Vond het spannend. Nou, het valt toch wel weer mee, toch? Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dan geef ik nu het woord aan de heer Graus namens de PVV. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, ik zei het zojuist al in mijn interruptie. Mevrouw Gesthuizen van de Socialistische Partij en ondergetekende hier van de Partij voor de Vrijheid zijn de enigen geweest die hiervoor gewaarschuwd hebben. En echt al, we zijn er al mee begonnen langer dan 10 jaar geleden, want ik zit hier al bijna 13 jaar. En ik heb altijd gezegd dat dit een mislukking zou worden, altijd. En ik heb het vaker over dingen gezegd. Ook voor KLM heb ik gewaarschuwd voor zaken die er nu spelen. Voor de nationalisatie van de banken. En altijd worden we hier maar uitgelachen. Maar we krijgen keer op keer op keer gelijk. Ik hoop dat iedereen eens wakker gaat worden. Ga mijn handelingen eens nakijken. Ik heb altijd gelijk gekregen. Altijd. Dus ik wil dat er nu eens wat meer naar mij geluisterd gaat worden. Dat zou fijn zijn. Als ik over die gave beschik om dat altijd te voorzien. De volumedalingen zetten door. Processen veranderen. Dat zijn allemaal zaken die gebeuren. Maar die liberalisering, ongecontroleerde liberalisering in een ongelijk speelveld en ook een oneerlijk met oneerlijke concurrentie. Want landen om ons heen kregen staatssteun, dus we hebben altijd gezegd dat kan helemaal niet. En concurrentie gaat ons mooie postbedrijf en een van de grootste particuliere werkgever van ons land gewoon om zeep helpen. En wij zijn ook altijd opgekomen samen met de Socialistische Partij voor de postbodes, de postbezorgers. En daar hoor ik inderdaad vrij weinig mensen over. Die door weer en wind altijd zorgen dat we alles op tijd krijgen. Er mag ook eens wat meer naar gedaan worden. Dus wij willen betaalbaarheid vinden we belangrijk, levenszekerheid, betrouwbaarheid. Kijk ook naar briefgeheim, medische post, de rouwpost, noem maar op. Maar we willen ook dat er zoveel mogelijk arbeid in stand wordt gehouden. Dat we opkomen voor onze postbodes. Die jarenlang voor ons door weer en wind rondrennen. En die ook nog altijd heel vriendelijk zijn en ook nog behulpzaam zijn om je de weg te wijzen en dat soort zaken allemaal. Die mensen moeten we wat meer gaan koesteren allemaal hier. We willen ook dat de brievenbus in stand wordt gehouden. En we zijn met een oplossing gekomen in krimpgebieden. Heeft mijn beleidsmedewerker een postmobiel ontwikkeld. En ik weet dat VDL, meneer Van der Leegte, kan die postmobiel bouwen. En zo zou je in de krimpgebieden, en ik weet dat het CDA daar toen nog voorstander van was, zou je ook nog zelfs met die postmobiel rond kunnen rijden om oudere mensen te helpen. En je zou ook nog kunnen zorgen dat die ook nog bijvoorbeeld medicijnen en zo rondbrengen. Dus dat is ook nog een heel goed idee. Dus hoe staat het met mijn postmobiel? Gaat die er komen in de krimpgebieden? En als ze in ieder geval een relatief goedkope oplossing. Hoe houdbaar is het huidige systeem? En is consolidatie ook de oplossing van de staatssecretaris, de herder van de schapen? En van tienduizenden schapen in dit geval, ook als je het over de werknemers hebt en ook over miljoenen burgers die ermee te maken krijgen. Volgens welke voorwaarden, op welke termijn, want dat moet allemaal met spoed. Nogmaals, mevrouw de voorzitter, wat mij betreft had PostNL gewoon een volledig staatsbedrijf moeten blijven. En daar hoorde je ook niemand klagen. Toen ging ook alles goed. En dat had allemaal nooit mogen gebeuren. Überhaupt geen liberalisering en vrije marktwerking is bijna overal mislukt op de telecommarkt na. Voor de rest is het overal op niks uitgelopen. Dus wat betekent dit ook voor de tarieven? Want de VVD pakte mij altijd aan. Meneer Elias zat er toen nog. En die zei van ja, maar de postzegel gaat goedkoper worden. Zeg meneer Elias, de postzegel gaat zelfs duurder worden met de kerst komend jaar. En het gebeurde ook nog. Dus zelfs het enige voordeel wat de VVD voorspelde, dat kwam zelfs niet uit. Meneer Weveling. Sorry, er is een interruptie. Ja, ik zie het ook. Ik dacht, u bent bijna klaar, maar de heer Weveling. Ja, mevrouw de voorzitter. De heer Graus die zegt dat staatsbedrijven heel goed functioneren. Ik ben toch benieuwd of hij dan een goed functionerend postbedrijf kan noemen. In welk werelddeel dan ook. Nou, het is nu, overal is natuurlijk ongebreideld geliberaliseerd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat in de omringende landen, ook in Engeland en Duitsland, is er wel nog altijd steeds sprake van, ook van staatssteun in ieder geval. Dus en het is vroeger, ik heb nog meegemaakt, ik ben een stukje ouder dan dat u bent. Al zouden de mensen op de tribune niet zeggen, want ik zie er natuurlijk wat jonger uit dan u. Maar ik ben wel een stuk ouder en ik heb nog echt meegemaakt dat het natuurlijk allemaal wel een staatsbedrijf was. Sterker nog, een van mijn ooms heeft zelfs nog ooit in de directie gezeten van een van die afdelingen. En
Dat was een hartstikke goed lopend bedrijf. En je hoorde nooit, de postbode die ik heb gekend, ook vroeger als kind, dat vond ik de meest gelukkige persoon die er was. Ze kregen relatief goed betaald, ze hadden relatief goede arbeidsomstandigheden. Logisch, zitten er ook nadelen aan dat vak. Dat zit er overal. Maar relatief vond ik dat, als ik iemand benijde, was het altijd wel de postbode. Vroeger was ik een van mijn lievelingsboeken, dat was van Pietje Puk, heeft hij nu nog gekend, meneer Weveling? Pietje Puk wordt postbode, was ook mijn lievelingsboek. Ja, dat was altijd, dus zat er al jong in bij mij, die liefde. De heer Weveling. Ja, mevrouw de voorzitter, de heer Graus is een streling voor het oog en ook voor het gehoor. Ja, ik denk u gaat met het postbedrijf van Venezuela of zo op de proppen komen. U weet wel dat de Nederlandse postmarkt een van de meest efficiënte en best functionerende postmarkten is. Dus dat wilde ik maar even ook onder uw aandacht brengen. Ja. Nou, en dat deel ik met u. Dus we lopen vaak lopen wij voorop. Niet met alles helaas. En inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat als we voorop lopen, dat we dan toch voor een second best of iets slechters moeten gaan kiezen. Dat mag toch geen reden zijn. Wat betekent dit voor de tarieven? En ik vind ook dat de ACM, die moeten natuurlijk ook, die kijken ook naar economische randvoorwaarden en zo. Maar de staatssecretaris, die kan naar nationaal belang kijken. Is de staatssecretaris bereid artikel 47 procedure te starten? Want de ACM kan immers die consolidatie afwijzen op basis van die economische randvoorwaarden. En hier zit de herder van onze nationale schapen. En ik zou het liefst willen hebben, meneer Weveling, daar bent u weer. Maak uw zin eerst af. Nou, ik zou dus ook het liefst willen hebben, dat gebeurt ook in andere landen ook, dat de premier zich er ook mee gaat bemoeien. En ik wil niet zeggen altijd dat dat nu zo'n ontzettend zwaar gewicht is, maar een premier is per definitie, en wordt dat gezien als een meer zwaar gewicht. En mogelijk moet dat toch gaan gebeuren, en dat wil ik ook graag een reactie van de staatssecretaris op hebben. En dat wil niet zeggen, mevrouw de voorzitter, dat is wel belangrijk, ja. Ik heb alle vertrouwen in de staatssecretaris, ik heb nog met haar in de Kamer gezeten, ik ben zelfs een keer met haar naar de toppers gegaan. Dus dan deel je toch wat. Maar ik hoef niet dus, alles te weten. Nee, dat hoeft niet. Maar alleen, ik had toch graag, dus het heeft niet te maken met gebrek aan vertrouwen, maar ik zou toch willen dat er iets zwaardere delegatie wordt opgetuigd. De heer Weveling. Ja, ik ben toch wel jaloers op de heer Graus, eerlijk gezegd. Maar hoor ik u nou zeggen dat de staatssecretaris artikel 47 al bij voorbaat moet hanteren voordat de ACM ook maar iets heeft kunnen doen? Want uiteindelijk hebben we een onafhankelijk toezichtsorgaan, dat is de ACM. En het lijkt me toch niet dat dat overroeld moet worden. Ja. Mevrouw de voorzitter, nu heeft meneer Weveling niet goed geluisterd. Want ik heb uitgelegd aan de toehoorders allemaal, en ook de mensen thuis, dat de ACM kan op basis van economische randvoorwaarden, kunnen ze het afwijzen. En daar ben ik gezegd, bent u bereid? Artikel 7, dus ik heb dat gevraagd. Dus u neemt dus een voorschot al, u wil nu al weten wat in het geval van afwijzing de staatssecretaris zou gaan doen. Zeker, logisch. Want het gaat om hele grote belangen, hè, en heel veel werknemers en heel veel burgers die hier direct of indirect ook de dupe van kunnen worden. Dat gaat om miljoenen mensen. En ik dien altijd mijn nationaal belang, meneer Weveling. En daar neem ik heel veel voorschot op. En alles wat ik heb, zal ik daarvoor gebruiken. De heer Alkaya. Ja, voorzitter, om toch gewoon een misverstand uit de wereld te hebben, want heer Weveling vraagt het bij elke woordvoerder. Kijk, artikel 47 die is er ook voor bedoeld dat als de autoriteit de consumentenmarkt een vergunning heeft geweigerd, dat de minister, en in dit geval de staatssecretaris dus gedelegeerd, daar overheen kan gaan. Dus er is helemaal geen sprake van dat de minister of de staatssecretaris daar een voorschot op zou nemen. De autoriteit consumentenmarkt moet allereerst een oordeel daarover vellen. Dat was dus een verduidelijking van. Dank u wel, meneer Alkaya. U krijgt dadelijk een gevulde koek voor mij in het ledenrestaurant. Bedankt dat u me even bijstaat. Dank u wel. En ik probeerde dat ook aan meneer Weveling ook duidelijk te maken op een andere manier. Maar dat is in ieder geval bedankt voor de steun. Dank u wel. En de urgente situatie op de postmarkt en zeker ook de positie van de postbezorgers waren daarbij manifest. Ik vind dan ook goed om te zien hoe de postbezorgers, of ze nou een oranje truitje of een blauw truitje aan hebben, hier vandaag aanwezig zijn. Het geeft maar weer het belang aan van deze markt en van heel veel mensen die daar werken en heel veel mensen die nog steeds heel veel plezier beleven aan het ontvangen van post. Maar ik ga dat wel alsnog doen om toch uiteindelijk de meneer Graus van de PVV-fractie te kunnen vertellen of iemand hier brood in ziet. Postvervoerders en andere partijen, zo ken ik ze, willen werk maken van allerlei innovatieve ideeën. Wellicht is dit er één.
Tot slot. Dank u wel. Daarvoor zeg ik aan de staatssecretaris via mevrouw de voorzitter. En mogelijk kan de staatssecretaris het ook meenemen, ook samen met VWS en zo, dat er ook medicijnen bezorgd kunnen worden aan ouderen vandaag in krimpgebieden. Want dat is wel, dan snijdt het mes aan twee kanten. Dus dat zou nog beter zijn. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan zijn we nu toegekomen aan de tweede termijn. De heer Moela. Ja, voorzitter, alvorens we de tweede termijn ingaan, wil ik toch even mijn beeld scherpen waar het gaat om de beantwoording van de staatssecretaris. Ik hoor haar zeggen, ik mag niet treden in de procedure en de afwegingen van de ACM. Maar ze zegt ook, daarna heb ik een eigen afweging te maken op basis van artikel 47... in het kader van het algemeen belang, en dat kunnen andere argumenten zijn, heb ik een eigenstandige afweging. En ik wil dat even checken of, dat zo, of ik dat inderdaad zo goed begrepen heb, ook met het oog op indienen van moties. Staatssecretaris. Voorzitter, ik heb geschetst wat de verschillende mogelijkheden zijn die ik heb, die u heeft in deze hele discussie. Ik heb ook het bijvoorbeeld gehad over het kunnen indienen als belanghebbende van een zienswijze in het hele proces. We moeten het op een ordentelijke manier doen. We hebben een onafhankelijke toezichthouder. Dat is degene die wij de bevoegdheid hebben gegeven om naar eventuele fusieverzoeken te kijken. Dat wacht ik af en ik kan en wil nu niet vooruitlopen op instrumenten die ik heb. Die zijn er wel, dat is hier meerdere keren gezegd, artikel 47 van de mededingingswet. Maar we moeten echt eerst de zaak zijn beloop laten hebben. Tot slot. Ja, goed, voorzitter, dat begrijp ik heel goed. En ik overweeg ook om straks een motie in te gaan dienen waarin dat gerespecteerd wordt. Maar staatssecretaris heeft een afweging te maken in het kader van het algemeen belang. Heeft mogelijk die afweging te maken. En dan vind ik dat wij als Kamer wel wat richtinggevend kunnen aangeven wat in onze optiek mee zou moeten wegen in het bepalen van wat het algemeen belang is. Dat is niet aan mij, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn van de kant van de Kamer. Ik neem aan dat iedereen daar behoefte aan heeft. Dat is het geval, de heer Alkaya namens de SP-fractie. De heer Weverling namens de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij wordt hier vandaag breed gedeeld dat we het allemaal belangrijk vinden dat we nog in lengte van jaren kaartjes kunnen blijven sturen door het hele land in allerlei uithoeken en in de grote steden. En dat ook voor een betaalbare prijs en voor een, op een kwalitatief goed niveau. Het is mooi dat we na Zwitserland de beste postmarkt hebben van Europa. Dat moeten we koesteren. Maar goed, de markt krimpt nou eenmaal. En daarom ook wij staan voor consolidatie. Grote waardering vanuit de VVD, maar ik heb het gelukkig veel meer hier vanmiddag gehoord, voor alle postbezorgers die door weer en wind en dag in dag uit de straat opgaan. En ook nog meer doen dan alleen de postbezorger, ook echt een rol hebben in de wijken. De uitkomst van de postdialoog die was duidelijk, meer samenwerking. Nou, dat, daar conformeren wij ons ook aan. Wij denken ook dat dat de goede weg is in deze krimpmarkt. Maar laten we wel alles stap voor stap blijven doen. Laten we niet in de bevoegdheden treden van de ACM. En net als bij de ACM staat ook bij de VVD de consument centraal. Dus nou ja, uiteindelijk moet het wel goed komen. Dank u wel. Dank, meneer Graus. Meneer Graus. En daar ben ik, en dan ga ik weg, mevrouw de voorzitter. Maar ik wil toch de heer Weverling vragen via u om niet alleen als er postbodes op de tribune zitten om dan steun te betuigen, maar ook als hier het 's nachts om 00:30 of om 23:00 het 's avonds gestemd wordt over moties die de jongens aangaat, dan moet hij er ook zijn. Daar heeft de heer Graus volkomen gelijk in. Ik kan me nog herinneren dat ik in mijn korte carrière hier van 1,5 jaar een keer om 3:30 's nachts heb mogen stemmen. En dat er in het vak waar de heer Graus zat toch weinig mensen nog meestemden met de motie. Nee, niet zo onaardig zijn tegen elkaar aan het eind van zo'n debat. Dank u wel, meneer Weverling. Dan geef ik nu het woord aan de heer Bruins namens de ChristenUnie. Oh, ik dacht dat die ging. Nee hoor. Het ging heel goed, ja. Ja, hielden we toch bijna vriendelijk tot aan het eind, maar net niet, voorzitter. Het is wat. Dank aan de staatssecretaris voor de antwoorden. Het is duidelijk dat we nu de ACM moeten afwachten. Maar wat daar ook uitkomt, ik roep de staatssecretaris op om
alles op alles te zetten om te strijden voor behoud van arbeidsvoorwaarden voor de dames en heren die hier op de tribune zitten en behoud van kwaliteit van de postdienst op het huidige niveau, ook in krimpregio's. Daarom staat ook mijn naam onder de motie van mevrouw Van den Berg. En als ik zo naar buiten kijk, dan zie ik dat het nog een beetje een druilerig weer is, maar ik heb gezien dat vanaf morgen het zonnetje er weer doorkomt voor de rest van de week. En het weer een paar graden warmer wordt, een graad of 18. Dus ik wens de dames en heren op de publieke tribune nog een hele fijne werkweek en een zonnige toekomst. En dat geldt niet alleen voor het weer buiten, maar ook voor de postmarkt. Ik wens de dames en heren een eerlijk salaris en een goed sociaal werkgeverschap in de postmarkt. Dank u wel. Tot slot, de heer Moorlach namens de PvdA. Ja, voorzitter, die zonnige toekomst wens ik ook iedereen toe, inclusief de goede arbeidsvoorwaarden. Maar dan moet er wel iets gaan gebeuren. Dan moet die consolidatie zich gaan voltrekken. Ik snap dat de staatssecretaris zich rolzuiver moet gedragen, maar ik heb heel veel waardering voor de motie van CDA en ChristenUnie. Ik heb hem graag mee ondertekend. Want het algemeen belang moet uiteindelijk het zwaarste wegen. En ik vind ook dat we als Kamer dat we daar een politiek signaal over kunnen afgeven. Dus naast die motie die ik graag ga steunen, heb ik nog twee andere moties. Dat zijn de volgende. De Kamer, gehoor de beraadslaging, overwegende dat de briefpostmarkt sterk remt, waardoor deze belangrijke voorziening en de positie van werknemers worden geschaad. Overwegende dat consolidatie van belang is om de continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid te borgen. Verzoekt de regering alles in het werk te stellen om tijdig belemmeringen die consolidatie in de weg staan weg te nemen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund, dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. De tweede voorzitter, de Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat enkele tientallen postbedrijven werk bieden aan duizenden werknemers met een arbeidsbeperking. Overwegende dat het van essentieel belang is dat deze postbedrijven toegang onder redelijke voorwaarden houden tot het netwerk van PostNL. Verzoekt de regering te bevorderen dat deze toegang wordt geborgd, zodat werknemers met een arbeidsbeperking zeker kunnen zijn dat hun werkgelegenheid blijft behouden. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend namens mevrouw Bromet. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de raadzaal. Dank u wel. Dat was de tweede termijn van de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 6:00. Is dat 5 minuten? Tot 5:55 ongeveer. Dan de laatste motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de regering te bevorderen dat de toegang wordt geborgd, de toegang van andere postbedrijven tot het netwerk van PostNL, zodat werknemers met een arbeidsbeperking zeker kunnen zijn dat hun werkgelegenheid blijft behouden. Voorzitter, dit is iets waar ik niet over ga. Dit is iets wat uiteindelijk gaat over het netwerk van PostNL en gaat over een bevoegdheid van ACM. Als de heer Moorlach in overleg met mevrouw Bromet, want die heeft die motie ook getekend, hem zo wil uitleggen dat ik bepleit dat dat aan de orde is, kan ik het oordeel van deze motie aan de Kamer laten. En ben ik klaar, voorzitter. De heer Moorlach. Ja, voorzitter, ik ben het zeer eens met de staatssecretaris, omdat zij ook niet rechtstreeks instrumentarium heeft om dat te doen. Maar op zichzelf, ze heeft geen macht, maar ze heeft wel gezag. En ik verzoek haar dat gezag aan te wenden om te bepleiten dat het gaat gebeuren. Dank u wel. En dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan wil ik iedereen bedanken en voor u op de publieke tribune een fijne avond. En ik sluit de vergadering. Ik heb nu alweer een andere collega weer bij me, ook weer van een andere tak van de post. Kun je misschien even je voorstellen? Ja, ik ben Marije de Sprong. Ik werk op het hoofdkantoor van PostNL. Daar ben ik beleidsmedewerker bij de medezeggenschap van PostNL. En ik werk met name voor de OR-productie.
dus voor de postbezorgers en postbodes die hier vandaag besproken zijn. Oké, en wat vond je van het Kamerdebat zelf? Ik vond het een interessant debat. Volgens mij gaan we de goede kant op voor de postmarkt, dus dat is heel positief. Dat is inderdaad heel positief inderdaad, ja. Ja. En heb je zoiets van, nou ja, het mag wel wat sneller, of heb je zoiets van, nou, we laten het eventjes zo, of... Politiek gaat altijd langzaam, hè? En het, ja, helaas je moet geduld hebben in de politiek. Maar ik denk dat het de goede kant op gaat. Oké. En zou je het ook erg vinden als Zand en PostNL gaan samenwerken? Of heb je zoiets van, laat gewoon even lekker, gewoon de twee bedrijven lekker hun gang gaan? Vind ik heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Heb ik me eigenlijk nog niet in verdiept. Dan zou ik me er meer nog in moeten verdiepen wat de gevolgen zijn van... samenwerking of van apart blijven. Dus ik denk dat de tijd zal het leren. Oké, nou ja. Dan ga ik jou wel vast weer bedanken voor deze hele korte interview. Dankjewel. En dan zou ik zeggen, veilige reis naar huis. Ja, dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Nou, ik loop dus weer buiten met mijn collega, Walter. Hoi, hoi. Hey. Hoe voel jij je trouwens deze hele Kamerdebat? Een erg lange zit en we zijn echt niks wijs geworden. Nee, dat was een beetje onsamenhangend op een gegeven moment, vond ik ook. Wel grappig dat ik viel zo wat een beetje in slaap. Ja, ja, ja. Een droge lucht, maar dat voor de rest, het was wel heel veel informatie. Ja, eentonige informatie vooral. Het ging vaak toch over hetzelfde wel. Ja, maar die ene man met lange haar, ik vond hem wel eigenlijk een beetje komisch. Ja, Gauw. Gauw zit te grappen maken. Dat ja, echt geweldig. Dus ja. Ja, en SP is dus wel weer een beetje gewoon op de hand van alle postverzorgers. Want die zegt dus wel gewoon concrete dingen van we moeten toch gaan kijken voor hoe we die bezorgers dus allemaal op één markt kunnen krijgen. Nou, dat is goed. Ik hoop dat we er wat mee kunnen. Dat hoop ik toch wel, Want, want anders dan schiet het ook niet op. Nee. Kijk, ik heb niet zo'n erg omkijken daarna, maar jij als verzorger. Ja, ik bedoel, dat is gewoon eerst zo. Ja, het is zo, want jij werkt binnen, toch? Ja. Ja, ik werk binnen en ik heb daar eigenlijk gewoon allerlei verschillende taken. Ja. Daarnaast bezorg ik ook wel buiten, dat wel. Gezellig. En net zoals in een busje. Ja, lekker in de bus scheuren en zo, dat is wel leuk, maar... Ja, ik denk, ik ga die eventjes gebruiken, maar die kan ik niet gebruiken, want het is te veel dit. Ja, jongen. Gaat zo over mijn filmers zitten, ouwe hoeren. Ja, tuurlijk, is toch leuk. Ik heb niet zo'n mooie standaard zoals jij, die ik zo helemaal vast kan. Dan moet je dat gaan kopen. Ik ga volgende keer met jou gewoon mee in zo'n bus. Dan ga je met ons mee. Wanneer? Wanneer ga je me uitnodigen? Is leuk. Wanneer ik je ga uitnodigen? Oh, dat ga ik hier niet zeggen op deze camera. Tuurlijk, is het leuk. Dat durf ik niet. Ik ben getrouwd hoor, maar bijna. Nog niet, maar bijna. Straks doe ik belofte die na kan komen. Nee, oké, dat is waar. We regelen binnen op kantoor en dan kan ik samen met jou zeggen van joh, hey. Ja, maar dan moet ik nog wel in dienst zijn, zeker. Ja, hey. Kan je niet illegaal meenemen hoor. Jammer. Dat mag helemaal niet. Jammer. Zijn we niet verzekerd? Nou, dat is helemaal jammer. Ja. Maar we gaan dus eerst hier naar de overkant, naar de burger, want ik heb wat even trek. Ja, en ik moet even tijd trekken, want pas om tussen 7 en 8 en dan mag ik een pakketje ophalen zonder barcode van Returnista. Kijk. Nee. Ja. Ja, wat vond ik ervan? De grote vergadering in de Tweede Kamer. Ook dat ga ik zo meteen even ook aan hem vragen. Ja, wat ik ervan vond, dat heb ik al een beetje verteld, samen en met Walter. Ja, samen een beetje met Walter. Het was een beetje heel erg eentonig. Ik viel een beetje half in slaap en het was ook een beetje koelig. Ja, een beetje, niet echt hele verse lucht, maar oké. Maakt niet uit, maar ik heb zoiets van, gaan we wat doen of gaan we niks wat doen? Maar we zijn wel weer een hoop informatie rijker. Dat ze pas in 2021 iets willen gaan doen of zo. Of zo, weet ik veel. Het is me nu helemaal tot me doorgedrongen. Maar oké, ik hoop dat het binnenkort online staat. Want dan kan ik dat er hopelijk bij voegen. Ja, precies. Dus, ja, maar ze willen iets wel in 2021 iets doorvoeren. Maar wat dat is, misschien weet hij dat zometeen wel goed beter te vertellen. Dus ja,
Maar het is wel allemaal heel veel informatie, wat nog niet helemaal tot me door is gedrongen. Ik ben er gewoon een beetje moe van. Dus, maar ja, dat komt ook wel weer goed. Toch? Ja. Dat lijkt me wel. Ja. Zoals jullie weten ben ik dus samen met de Roderick vandaag naar de Tweede Kamer geweest. Ja. Ik heb Roderick ook heel toevallig naast me zitten. En ik ga hem even een paar vragen stellen. Hi. Hi. Wie ben jij en wat doe jij? En waarom was jij vandaag bij de Tweede Kamer? Nou, ik ben Roderick en ik werk voor een postbedrijf. Ja, zoals welke postbedrijf? Zoals de PostNL en de Zand. Ja. Cent. Ja, en welke functies heb je bij de PostNL en bij Zand? Bij PostNL ben ik zaterdagbesteller. Ja. Zo heet dat. Ja. En voor de Cent heb ik twee functies. Eén is dus postbezorger voor de dinsdag en de vrijdag. Ja. En verder heb ik nog een chauffeursdienst voor de avonddiensten. Dus vanaf 5 uur tot 10 uur maximaal is het pakketjes wegbrengen. Oké. Okay. En hoe vind je dat, die functies bij de postbedrijven? Nou, voor de PostNL is het natuurlijk vanuit de post wordt gesorteerd aangeleverd. Ja. En dat is volgens een bepaalde volgorde voor een bepaalde wijk. En ik heb dan meerdere wijken, dus voor mij is dat niet optimaal. Dus dan moet ik het zelf een beetje herschikken. Dat gaat gewoon wat logistiek wat sneller post weg te brengen. En voor de cent, postbezorger, wordt het dus aangeleverd thuis. Bij jou dan. En ja, dan gewoon thuis, ja. Moet je het zelf sorteren. Of niet sorteren, mag ook. Ik ben er meer langer bezig. Maar handig is om het even zelf te sorteren op straatniveau. Dan op volgorde leggen van hoe en wat. En dan zelf je straat indelen. Dat is soms iets handiger. En soms is dat van oké, het is wel veel werk. Maar je hebt wel precies de volgorde die je wil hebben. Ja. En de send to me, dat is de pakkettendienst. Je hebt dus een ochtend / middagdienst en een avonddienst. Ja. Ik zit dus op de avonddienst. Dus vanaf 5 uur is het pakketjes rijden. Ja. Eerste pakketje dient om 6 uur, vanaf 6 uur afgeleverd te worden. Ja, oké. Okay. En hoeveel tijd heb je tussen de pakketjes vanaf de eerste en de laatste? Hoeveel tijd heb je daarvoor? Dat varieert van, kijk, er is natuurlijk wel een bepaald gebied. Het kan best zijn dat je tussen twee dorpjes moet rijden, dan is het wat langer dan als je in hetzelfde dorpje moet rijden. Oké. Okay. En hoe vond je het vandaag bij de Tweede Kamer? Nou, het was natuurlijk wel nieuw allemaal. Ik ben er nooit geweest, dus interessant. Er is een voorzitter, er is een spreker die gaat iets, een bepaald onderwerp toelichten. En daarnaast zijn een aantal lieden die vinden het nodig om interruptiemicrofoon te pakken om even iets te zeggen en vragen te stellen, tegenvragen te stellen. En dan is een volgende spreker aan de beurt en daar worden weer andere mensen mogen daarop vragen en antwoord geven. Ja, oké. Okay. Maar vond je het de informatie die je hebt gehoord, vond je die nuttig of vond je die niet nuttig? Of heb je daar wel wat aan, niet wat aan? Nou, vertel me daar eens wat meer over. Er is een heleboel discussie over, oké, van nou, wel of niet consolideren. Ja. Er zijn een aantal pluspunten, een aantal minpunten. Want één iemand vond van, nou kijk, we gaan ook pizza's bezorgen. Dat is ook een bezorgdienst. Gaan we dan post de brieven bezorgen met de pizza. Dat is een beetje ver zo, maar het is wel een bezorgdienst. Efficiënt werken wordt er gezegd. Van oké, soms lopen er 3 postbezorgers achter elkaar aan het rijtje om post te bezorgen. Dito met de pakkettendiensten. Wordt allemaal niet als efficiënt betiteld. Kan het niet samengevoegd worden dat je zeg maar voor drukke tijden de straat maar even korte tijd bezet. In plaats van 3 keer achter elkaar weer opnieuw bezetten vanwege een pakketje dat moet afgeleverd worden. Daarnaast is er nog discussie over, kijk, wat zijn de kosten van de postzegels.
Ja. En een mooi staatsbedrijf dat is geprivatiseerd. Nu gaan de aandeelhouders, die krijgen zoveel dividend uitgekeerd. En dan zitten we weer met de dividendbelasting te discussiëren. Zeg maar, nou, oké. Okay. Dan wordt er weer een voorbeeld gesteld van nou, iemand die 10.000 euro PostNL aandelen had gekocht in de tijd. Heeft er nu iets van, 1346 euro verloren en heeft die dividend weer teruggekregen. Oké. Okay. Maar je vond het dus wel, de informatie die je hebt gekregen, wel gewoon goed en duidelijk? Dat zeker, alleen was het dus een brede discussie. Oké, okay. Maar je zou er wel wat vaker naar dit soort dingen heen willen? Ja, ja, het is zeker een eye-opener en je krijgt de eerstehands informatie. Oké, okay. Nou mag ik je bedanken voor deze lange interview. Tuurlijk mag dat. Top, dankjewel. Ja, beste lieve abonnees van mijn YouTube-kanaal. Ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie hier oud en vertrouwd hebben gekeken naar mijn kanaal. Vinden jullie deze bijzondere vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En laat een leuke reactie achter. En dan krijg je zeker terug. Ik zou zeggen, dankjewel. En tot morgen. Doei!